Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Dit is het Weekjournaal met aandacht voor Hielke Penteman, een sponsoractiviteit bij Fletcher Hotel De Sallandse Heuvelrug, de vraag van de week voor Melvin Koetsier en een vooruitblik op ACV tegen Excelsior 31. We beginnen met Hielke Penteman. Hij werd vorige week vader van een zoontje. Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Allereerst gefeliciteerd namens Excelsior 31 Televisie. Ja, nee, dankjewel. Nee, met de kleine en met Wies gaat het goed. Het is altijd even hectisch in het begin. En het is de tweede, dus dan is het toch even iets hectischer als bij de eerste, moet ik zeggen. Maar je kent het wel, maar je krijgt wel wat minder slaap. En het is fantastisch. Hartstikke bijzonder. En ook nog thuisbevalling. En hartstikke fijn. Nou, namens Excelsior 31 Televisie willen we je toch feliciteren en je wat aanbieden. Ja, dat is altijd goed. Alsjeblieft. Hartstikke mooi. Ik hoop dat die vaak gedragen wordt. Ja, die wordt zeker vaak gedragen. Wordt afgedragen. Dus hartstikke bedankt. Ja, nogmaals gefeliciteerd en geniet er lekker van. Gaan we doen. Okay. Afgelopen zaterdag stond er voor de sponsoren van Topsupport een sponsoractiviteit op het programma. Na een lunch bij Fletcher Hotel De Sallandse Heuvelrug deed Rob Toussaint een verhaal over de businessclub van Heracles. De algemeen directeur van de Almeloos Eredivisionist werd ondervraagd door Bert Janssen. Want wat hebben wij? Wij hebben alles in ons stadion. Wij doen alles samen. Dus de binding die tussen spelers, tussen medewerkers en het stadion is, ja, dat is voor ons, dat is goud waard. Na een interessante sessie werd de bijeenkomst op de Rijsberg afgesloten en vertrokken de sponsoren naar de Koerbelt, waar de wedstrijd tussen Excelsior 31 en SDC Putten bekeken werd. En bij die wedstrijd van afgelopen zaterdag was er ook weer een team van de week. En zij hadden een vraag voor de doelman van het eerste elftal. Wij zijn E5, we hebben vragen aan Melvin Koetsier. Hoe bereidt u zich voor op de wedstrijd? Nou, jongens van E5, hartstikke bedankt voor deze mooie vraag. Laten we eens beginnen om even te zeggen van ik hoorde u in de vraag. Nou, ik ben nog niet dusdanig oud dat u... Nou, dat mag je de volgende keer achterwege laten. Dus zeg maar gewoon je. En de vraag die je stelde was hoe ik mezelf voorbereid op wedstrijden. In principe, zeg ik altijd, stel dat niet zo heel veel voor. Zorg er niet dat je, we gaan natuurlijk niet naar de discotheek of zoiets dergelijks. We gaan gewoon op tijd naar bed. In de week ervoor trainen we natuurlijk maandag, dinsdag, donderdag. Dus proberen fit te blijven, steeds meer richting zaterdag te werken, op de donderdag, tactische training vaak. En dan inderdaad, ja, op vrijdagavond vaak nog even een samenvatting kijken van de tegenstander. Kijken of daar nog interessante dingen uit te halen valt, zoals penalty nemers, vrije trappen, standaard situaties, dat soort zaken. En niet al te lange nacht, op tijd eruit, op zaterdagochtend, goed ontbijt en dan om 2:30 vol aan de bak. Met nog 3 duels te gaan is de titelstrijd in de hoofdklasse B nog steeds onbeslist. De top 5 staat op 4 punten van elkaar. Excelsior 31 neemt het zaterdag op tegen ACV. Ja, Michel Gerritsen-Mulkus, afgelopen zaterdag was jij de matchwinner in het thuisduel tegen SDC Putten. Hoe vaak heb je dat eerder meegemaakt? 1 keer eerder. Ik dacht Urk uit. Een paar jaar geleden, maar verder... Nee, niet vaak, nee. 1 keer denk ik. Ja, maar de klok die ging al aardig richting de 85ste minuut. Toen was het nog steeds 0-0. Had je toen niet zoiets van, als we nou maar wel scoren? Als de scheidsrechter dat afluit, dan weet ik pas dat het voorbij is. Maar nee, we hebben tegen Duno ook 90 minuten gescoord. En tegen SVSW nog een keertje. En ja, daar gokken we niet op. Absoluut niet. Maar je moet vertrouwen houden. Je moet druk blijven zetten. Je moet de bal hebben. Iedereen verslapt een keertje. Iedereen heeft een keer een goed moment. Je kan hem ook wel eens tegenkrijgen. Maar ik heb geen moment getwijfeld dat we zaterdag gelijk zouden spelen. Hoe fijn is het dan voor jou als speler, als middenvelder, om dan de beslissende doelpunt te scoren? Als ik heel eerlijk ben, maakt me echt niet uit wie je maakt. Deze keer was ik het. Maar ik heb liever dat ik een assist geef en dat een ander scoort. Ik vind een assist eigenlijk nog mooier dan een doelpunt. Nou ja, assist gaf Hielke volgens mij. Als hij wegvalt, dan wordt er vrij weinig gescoord door het middenveld van Excelsior 31. Tenminste, dat wordt wel eens gezegd. Ben jij het daarmee eens? Ja, hij heeft er 21 als middenvelder, als diepe middenvelder. Maar
hij speelt ook bijna alles. Dus er staat ook helemaal niemand op zijn positie. Dus we kunnen dat ook niet goed meten. Dus maar weet je, hij heeft gewoon een neusje voor de goal. En hij scoort gewoon heel makkelijk. En veel makkelijker dan ik, dan Stefan, dan Isa, dan Boy, dan wie dan ook. En je mist gewoon zijn doelpunt als hij er niet is. Maar hij kan gelukkig ook assisten geven. Ja, en wat voor een, toch? En dan kun je het mooi afmaken. Nou, helemaal mooi, toch niet? Mooi. Sparta die liet afgelopen zaterdag punten liggen. Stappos die staat bovenaan wat betreft doelsaldo. Hoe komt het dat het nu zo razendspannend is in die hoofdklasse B? Ja, maar volgens mij iedere ploeg die bovenaan is gekomen heeft het nooit lang vol kunnen houden. En hoe dat nou zo spannend is en hoe dat allemaal komt, ik weet niet, misschien komt er druk bij kijken. En het is gewoon niet makkelijk om bovenaan te blijven, want je kan gewoon tegen iedereen punten verspelen, wij ook. Dus ik denk, je moet gewoon elke wedstrijd 100% inzet tonen, 100% fit zijn, geconcentreerd. En dan moet je gewoon elke wedstrijd je best doen om te willen winnen. Zaterdag spelen jullie dus tegen ACV. Zij spelen daarna nog tegen AZSV en Sparta Nijkerk. En ze kunnen dus eigenlijk best nog wel een rol van betekenis spelen in die strijd om de titel. Wat is nou de kracht van ACV? Ze kunnen inderdaad een rol spelen. Ja. Alle nog tegen AZSV en Sparta Nijkerk. Ja, ik ben daar niet zo heel erg mee bezig. Met ACV, ook over ACV. Ik heb wel de samenvatting even teruggekeken van jullie. Maar dat was de eerste competitiewedstrijd. En ja, wij hebben gewoon verloren. Ik vond ons in die wedstrijd beter. De kansverhouding was beter. Maar de kracht is dus dat zij gewoon een stugge ploeg zijn. En dat zij ook wel makkelijk scoren. En voor elkaar is ook niet super veel goals tegen. Het is gewoon een stugge, slimme, ervaren ploeg. En ik denk dat de kracht vooral is van ACV. Ja. Jullie mogen als Excelsior 31 geen punten meer laten liggen in de strijd om de titel. Neemt dat nog enige druk mee als je naar ACV moet? Zo kun je het opvatten, maar als je iets wil, dan moet je gewoon 3 keer winnen. En een klein beetje druk is lekker, dus ik vind het niet erg. Ja. Er ligt nu kunstgras bij ACV. Verleden was het anders, was het natuurgras. Is dat een voordeel voor jullie? Want wij hebben volgens mij de meeste punten op kunstgras gepakt. Maar dat komt ook omdat we alles op kunstgras thuis spelen. Dus en alleen bij Stappers hebben we op gras verloren. Nee, maar weet je, kunstgras ligt ons beter. Daar trainen we 3 keer in de week op. En dat ligt ons gewoon beter. Ja. Behalve het 11 tegen 11 spel, wat voor spelbeeld kunnen we zaterdag verwachten? Dat de bal rond is? Ja, ik verwacht dat ACV. Ik verwacht ACV wel wat sterker dan Putten, die hadden we ervoor, dan Apeldoorn. Dus ik verwacht dat ACV ook wel iets meer de bal zal hebben. Dus ik verwacht ook wel dat wij eens achteruit zullen moeten en misschien eventueel kunnen counteren. Maar ik verwacht ook wel grote gedeeltes dat wij de bal hebben, dat wij bepalen wat er gebeurt. En dan moeten we oppassen voor de counter van ACV. Dus ik verwacht wel de twee ploegen die. We staan ook dicht op de ranglijst bij elkaar, dat we ongeveer wel even sterk zijn. Dus ik verwacht wel misschien zal het wel geen spannende pot worden, maar wel een pot tussen twee ongeveer gelijkwaardige teams. Heel veel succes zaterdag en train ze zo meteen nog even. Dankjewel. Dankjewel. Deze uitzending zit erop. De samenvatting van ACV tegen Excelsior 31 is zaterdagavond bij ons te zien. Heel graag, tot dan. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon de Look.